Welkom bij deze speciale scratchles en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je met letters een werk kunt maken in Scratch. Normaal gesproken doe ik hiervoor maak je eigen naam in Scratch, maar vandaag doen we een speciale bijdrage voor het Cube Festival, het Cube Online Festival dat dit jaar helemaal online wordt gehouden. En wij gaan Cube als Scratch project maken en we gaan proberen om iets te maken wat er ongeveer zo uitziet. Hier kun je hem groot maken. Nou, dit is het doel. We gaan proberen om vandaag dit zelf in elkaar te zetten. Als je op de groene vlag klikt, dan begint hij. Dat gaat hem worden. En jullie kunnen natuurlijk je eigen letters gebruiken, je eigen plaatjes, je eigen achtergronden. En je kunt er iets heel anders van maken. Ik ga laten zien hoe je dit werk precies zo in elkaar kunt zetten. En als je dit kan, dan kun je er vast ook een heleboel andere dingen mee maken. En ik zou het leuk vinden als jullie iets gemaakt hebben, als jullie dat dan delen op Scratch en mij het linkje sturen. En dat ik dat dan weer allemaal bij elkaar kan zetten en dat we dan een verzameling krijgen van allemaal projecten die allemaal geïnspireerd zijn door deze workshop. Laten we beginnen. Als allereerste, ik ga deze even wegklikken, want we gaan het helemaal zelf doen. Dus deze doen we weg. Je begint op de website van Scratch. Dit is het adres, scratch.mit.edu. En dan kun je hier klikken op aan de slag. En dan kun je eigenlijk meteen beginnen. Het is wel handig als je al een eigen account hebt om eerst in te loggen, want dan wordt het werk ook opgeslagen. Als je nog geen eigen account hebt, kun je hier Scratcher worden. Kun je een account aanmaken en dan kun je het werk opslaan. Als je het werk kunt opslaan, kun je het bewaren, kun je het delen en dan kunnen andere mensen jouw werk weer bekijken. En dan kunnen we het ook verzamelen op één plek waar we alles bij elkaar zetten. Dit kun je wegklikken. Dit is het begin van Scratch. Hier is je speelveld. Hier gaan we het werk in elkaar zetten. Hier zijn alle codes die we kunnen gaan gebruiken. Hier staat een hele lijst met allemaal codes. En hier in dit vak gaan we de codes bij elkaar zetten. Nou, jullie zagen al net dat ik die kat had ik hier onderin gezet. Je kan een object hier oppakken en slepen, die kan je hier links onderin zetten. Als je hier op dit symbooltje klikt, rechtsonder, kies een sprite, krijg je een bibliotheek met heel erg veel verschillende sprites en dan kun je plaatjes uitkiezen. En wij gaan nu letters gebruiken. We gaan het woord cube maken. Je kiest één voor één die letters uit en die zet je hier in het speelveld. Nou, de U moeten we twee keer erin zetten, want die hebben we twee keer nodig. Dus die pakken we nu nog een keer. Zet ze netjes op een rij. Je kunt ze gewoon oppakken met je muis en op de plek zetten waar je ze wilt hebben. En dan gaan we dit programmeren. Belangrijk is dat je, als je iets wilt programmeren, dat je eerst op de goede sprite gaat staan. Dus je gaat bijvoorbeeld, als je die kat iets wil laten doen, klik je op die kat. En nu ben je bij die kat aan het programmeren. We beginnen bij de tweede verzameling blokjes, de paarse blokjes, uiterlijke. En dan pak je het bovenste blokje, dat sleep je in dit vak. Dit blokje, code, is nu gekoppeld aan deze kat. Als je nu op het paarse gedeelte van dit blokje klikt, dan gaat hij het uitvoeren. Als je hier klikt, waar, dus op het puzzelstukje, maar alleen niet in dit witte vak. Als je hier klikt, dan kan je die tekst veranderen, maar als je daarnaast klikt, gaat hij het uitvoeren. En dan zie je dat die kat 2 seconden hallo zegt. Er komt een geel lijntje omheen te staan, dat betekent dat hij actief is. Hij voert nu je programma uit. En die kat die doet wat hier staat, namelijk zeg hallo 2 seconden. De volgende stap, ik ga er nu vrij snel doorheen. Ik heb andere uitlegvideo's waarin dit veel uitgebreider wordt uitgelegd. We gaan het nu vrij snel doen, dat je dit binnen vrij korte tijd gewoon dit project zelf kunt maken. De volgende stap wat je doet is bij gebeurtenissen. Het blokje wanneer op de groene vlag wordt geklikt, die zetten we hier bovenaan. En deze groene vlag, dat is deze groene vlag. En nu kun je vanaf hier
deze code starten. Als je nu hier klikt, dan krijgt deze een seintje dat hij dit moet gaan uitvoeren. En het is, je zult zien dat het straks dat het belangrijk is dat we bij elke sprite alle acties die we erin gaan zetten allemaal starten met die groene vlag vanaf daarboven. Nou, je kan deze tekst dus ook eventueel veranderen. Dan zou je op kunnen zetten: welkom bij Cube. Dus je kan hier zelf iets intypen. Wat ik in deze video wil laten zien is hoe we die letters kunnen laten verdwijnen en verschijnen. Ik wil graag dat die letters één voor één in beeld komen. Aan het begin van de video, het is niet echt een video, aan het begin van dit project moeten al deze letters weg zijn, moeten ze verdwenen zijn. Dan ga je hier naar uiterlijke. En als je hier, hier is een hele smalle scrollbar, het is dan helemaal niet zo goed te zien, maar deze kan je hier naar beneden schuiven. En dan zijn hieronder nog meer blokjes. Die zijn een beetje verstopt, want als je hier klikt, dan zit je al in het nieuwe blok. En hier kan je ze nog net niet zien. Je kan ook met je muis in dit vak en dan met je wieltje naar beneden scrollen. Dan kom je er ook. Blokje verschijn en verdwijn. Als ik ze bij de kat neerzet, dan kan je zien wat er gebeurt. Als ik op verdwijn klik, dan is die kat weg. En als ik op verschijn klik, dan komt die weer. Nou, we hebben ze nu niet bij die kat nodig. We hebben ze bij die letters nodig. Als ik blokjes weer weg wil halen, sleep ik ze terug in dat vak. Dan zijn ze weer weg. We gaan naar de K. We beginnen met de K. En ik wil dat aan het begin van het filmpje, begin van het project, als ik op die groene vlag druk, dat die K dan weg is. Dan heb ik het blokje verdwijn nodig. Bij gebeurtenissen pak ik weer die groene vlag. Die moet altijd aan het begin staan. Dat is een beginblokje. Dat zie je ook aan dat die hier rond is. Je kan er niks boven hangen. Dit zijn beginblokjes. Als ik nu op die groene vlag klik, dan verdwijnt die. Dan is die weg. En die kat gaat dus ook doen wat hier staat. Daar hadden we ook iets staan. Dus als je nu op die groene vlag klikt, dan gaat hij dat ook uitvoeren. Hij gaat al die dingen uitvoeren waar een groene vlag boven staat. En nou wil ik bij die K, die is nu weg. Ja, en je ziet dat die nu ook weg blijft. Die komt nu niet meer terug. Als ik nu weer klik, dan is die al weg. Blijft die weg. Ik wil dat die na 1 seconde verschijnt. Dan heb ik hier bij besturen een blokje, het bovenste blokje, wacht 1 seconde. Die zetten we eronder. Dus nu verdwijnt die. Wacht 1 seconde. En na 1 seconde wil ik dat die verschijnt. Oh, goed opletten, want deze twee die lijken heel erg op elkaar. De bovenste is verschijn, de onderste is verdwijn. Als je nu op de groene vlag klikt, dan verdwijnt die. Nou ja, hij was al weg. En na 1 seconde verschijnt die. Gaan we hetzelfde bij de U doen. Pakken we ook weer die groene vlag. Dan pakken we verdwijn. Dus als ik nu op de groene vlag klik, dan verdwijnt die. Je kunt het altijd testen hier. En dan na 1 seconde. Er staat 1 seconde, maar deze moet na 2 seconden verschijnen. Dus ik kan hier intypen een 2. Deze moet 2 seconden wachten. En dan verschijnen. Dus die eerste die blijft 1 seconde weg. Na 1 seconde verschijnt die. En deze verschijnt na 2 seconden. Als ik hier 1 seconde in zou zetten, als ik dat vergeet om dat te veranderen, dan komen ze precies tegelijk. Dan zijn ze weg en na 1 seconde verschijnen ze allebei tegelijk. Maar ik wil dat deze later komt, dat je dan dat die letters 1 voor 1 verschijnen. Dus dan moet deze pas na 2 seconden verschijnen. Gaan we het bij de derde doen. En die moet dan na 3 seconden verschijnen. Dus ze verdwijnen allemaal tegelijk. Deze komt na 1 seconde, deze na 2 seconden en die komt na 3 seconden. Gaan we weer hetzelfde erin zetten. En je kan natuurlijk, als je vooruit denkt, kan je vast allebei die blokjes erin zetten. Want je weet dat je ze allebei nodig gaat hebben. Dus dan pak je eerst even alle blokjes die je nodig hebt. Die blokjes hebben we nodig. En dan gaan we ze in een goede volgorde zetten. Hij moet eerst verdwijnen. Let op dat verdwijnen als eerste komt. Deze moet 3 seconden wachten en dan moet hij verschijnen. Dan gaan we weer testen, iedere keer testen. Ik moet alleen wel steeds langer wachten. Nu duurt het al 3 seconden, het hele filmpje. En dan de laatste letter. Pakken we ook weer eerst alle blokjes die we nodig hebben. En deze nog, wacht 1 seconde. En dan weer eerst verdwijn, dan die ertussen. En als ik het nu afspeel, dan ben ik vergeten om die secondes aan te passen. Dan zie je dat die B al meteen aan het begin komt. Dus zo kan je ook zien als je iets
vergeten bent of ergens een fout gemaakt hebt, kan je vaak in het verhaaltje al zien waar die fout ongeveer moet zitten. Nou, dus hier moet nog een 4 zijn. 4 seconden. Nog een keer testen. Prachtig, helemaal goed. Volgende stap is om er een achtergrond bij te doen. Hier kun je sprites uitkiezen, die komen hier te staan. Hier kun je een achtergrond uitkiezen. Nou, en ik had deze achtergrond genomen. Dit is, past wel goed bij Cube, vond ik. Het is al een beetje zo'n soort kubusvorm. En nu zie je dat ik die letters eigenlijk niet zo netjes heb neergezet. Dus ik wil eigenlijk toch wel dat die letters heel precies passen in dat ontwerp. Dus dan moet ik dat nog een beetje verslepen. Dat ze in ieder geval netjes in het geheel passen. Nou, zo ziet dat er al veel beter uit. Moet je maar even zelf kijken hoe je ze neerzet. En je kan natuurlijk ook die letters bijvoorbeeld helemaal zo schuin neerzetten. Of in een cirkel. Of wat jij mooi vindt. Maar denk erover na hoe je ze neerzet. Maak er iets moois van. Als we het nu afspelen. Dan hebben we dit al. Nou had ik in het voorbeeld wat ik gemaakt had. Had ik die kat heen en weer laten lopen. Die liep hier vandaan. Daar naartoe. Dus dat wil ik nu ook gaan programmeren. Om die kat van links naar rechts te laten lopen, klik je weer op de kat, want we gaan nu codes bij die kat neerzetten. En eigenlijk wil ik niet dat die aan het begin welkom bij Cube zegt, want dat komt over die letters heen. Ik wil dat aan het begin alleen die letters komen. Dus ik ga dat hier weghalen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi dat dit hier nu komt te staan. Die doen we weg. Misschien kunnen we die straks nog gebruiken, maar ik doe hem nu even weg. En ik wil dat die kat van links naar rechts gaat lopen. Wat ik dan moet doen is dat ik aan het begin van het filmpje die kat op deze plek neerzet. Nou, dat werkt met coördinaten. Je kan hier zien waar die staat. Ik heb andere video's waarin ik heel precies uitleg hoe dat allemaal werkt met die coördinaten. Daar gaan we nu niet te veel tijd aan besteden, want zoveel tijd hebben we niet in deze video. Wat je doet, je zet eerst die kat op de plek neer waarvan jij wilt dat hij daar gaat beginnen. Zorg dat hij op die beginplek staat, dat je hem eerst daar neerzet en dan ga je hier naar beweging. En als je hem hier eerst hier hebt neergezet, dan staan hier al de goede getallen in. Dan hoef je niet meer na te denken over die getallen. Dan pak je hier het blokje ga naar x, y, het vijfde blokje van boven. En ik zal dit eens wat groter maken hier, dan kunnen jullie het ook beter zien. Dat had ik wel eens eerder kunnen doen. Als je nu die kat op een andere plek neerzet en je klikt op dit blokje, dan gaat hij naar die plek. Dus dit blokje betekent ga naar die plek. Maakt niet uit waar die staat. Als je hierop klikt, gaat hij naar die plek. Dus als die kat ergens anders zit, je maakt dit aan elkaar vast, je begint je project, dan springt hij naar die plek toe. Dat is de beginplek. En al die andere letters verdwijnen, want dat hadden we bij die andere letters erin geprogrammeerd. En dan wil ik dat die kat hier naartoe gaat lopen. Dan zet je hem eerst op die plek neer. En het is heel belangrijk dat je hem eerst op de goede plek zet. Het is ook belangrijk, daar moet je ook op letten, dat je project uitstaat. Dat het project niet bezig is. Als het project bezig is en je verschuift hem dan, dan werkt het niet. Je moet hem op die plek zetten. En je project kun je hier stoppen. Het project moet gestopt zijn als je iets gaat bewerken. Als je hier iets gaat toevoegen voor die beweging. En dan pak je hier het zevende blokje. Dus je hebt hier twee groepjes. Hier staan de 3 bij elkaar. Hier staan de 4 bij elkaar. En van die de onderste. Schuif in 1 seconde naar. Dan heb je ook weer die coördinaten. Dit is eigenlijk hetzelfde blokje als deze. Ga naar die plek. En hier staat schuif naar die plek. Hier springt hij in 1 keer naar die plek toe. En hier schuift hij naar die plek toe. Hier staan nu, als het goed is, andere getallen in dan hier. Dit zijn namelijk de getallen van die plek waar die nu hier staat. Die maak je eraan vast. En als je nu dit gaat uitvoeren, je kunt het ook testen als je het losmaakt. Als je hier, oh, ik moet ze heel ver uit elkaar halen. Ze zijn magnetisch, die blokjes. Als je hierop klikt, gaat hij naar die plek. En als je op deze klikt, dan schuift hij naar die andere plek toe. Nou, dat is precies wat we wilden. Dus als je het aan elkaar doet, dan doet hij dat in die volgorde achter elkaar. Je klikt op die, dan gaat hij naar die plek en meteen schuift hij naar die plek. Als je het wat langzamer wil zien,
Daar gaat hij naar die plek en hier schuift hij naar die plek. Maar nu wil ik dat hij daar net zo lang over doet als die letters nodig hebben. En die letters, daar deden we in totaal 4 seconden over om daar te komen. Na 4 seconden verschijnt die laatste letter. Dus we gaan die kat ook proberen om dat in 4 seconden af te spelen. Kijk hoe dat eruit ziet als ik het nu afspeel. Nou, dat komt hartstikke mooi uit. Het volgende wat ik nu leuk zou vinden wat er gebeurt, is dat die letters iets gaan zeggen. Ik heb aan het begin laten zien hoe je die kat kunt laten praten, maar je kunt ook die letters laten praten. Dat gaat met hetzelfde blokje. Je kan hier op zo'n letter klikken, ga je naar uiterlijke en dan kun je het blokje gebruiken zeg hallo. Als je hierop klikt, dan zegt die letter hallo. En nu wil ik graag dat die letters gaan zeggen festival. De K moet zeggen festival. En de U moet dan zeggen cube maakt verbinding. Ik wil dat die dat achter elkaar zo dat rijtje gaan zeggen. Dus deze krijgt dan de zin festival cube. En de derde letter, daar komt te staan maakt. En bij de B komt nog te staan verbinding. Verbinding, uitroepteken. Nou, dat kun je natuurlijk gewoon hieronder aan vastplakken. Dan kunnen we wel even kijken wat er gebeurt. Je kan ook gewoon testen, hè? Als je twijfelt hoe iets moet. Je kunt het gewoon uitproberen, aan elkaar plakken, kijken wat er gebeurt. Dat is ook eigenlijk de beste manier om het te leren. Gewoon doen en kijken wat er gebeurt. En dan gebeuren er soms hele gekke dingen, maar daar krijg je dan vaak ook weer nieuwe ideeën van. Dus het is ook niet erg als het anders is dan wat je dacht. Want dat kan soms juist ook hele leuke effecten opleveren. We gaan even kijken wat dit is. Klik maar op de groene vlag. Nou, je ziet dat dit eigenlijk ook wel heel erg leuk is. Ik wilde graag dat die tekst pas aan het einde komt. Dat eerst die letters één voor één verschijnen en dan gaan ze pas wat zeggen. Dat betekent dat die K moet wachten tot al die letters er staan. Als we het nog een keer afspelen, nu gaat die K meteen iets zeggen. Maar je moet dus 1, 2, 3, 4 seconden wachten tot alle letters er staan en dan verschijnt die tekst. Dat betekent dat we hier weer een blokje wacht tussen moeten zetten. En je kan zo'n blokje hier gewoon tussen slepen, dan springt het zelf naar beneden. Wacht 4 seconden. Nou, even kijken of dat dan goed is dat hij dan na 4 seconden pas die tekst gaat zeggen. Dus die B verschijnt. Nou, dat is een hele goede timing. En dan ga ik dat bij alle 4 doen. Bij allemaal 4 seconden. Je zou er ook voor kunnen kiezen dat die tekst tegelijkertijd verschijnt. Bij alle 4 tegelijk. Dat zou ook wel een leuk effect kunnen zijn. Maar ik wil graag dat ze het achter elkaar, na elkaar zeggen, die letters. Dus dat het één voor één die woorden dan weer verschijnen. Dus dan moet het overal 4 seconden zijn. Kijk maar. Dus na 4 seconden komt de K, dan komt de U, dan komt de U en dan komt de B. Nou zie je dat die teksten bij die letters, dat die nog een beetje over elkaar heen vallen. Dus als die er staat, dan komt die tweede erbij, dan staat die eerste er nog. Dat is op zich niet zo heel erg, dat kun je ook zo laten. Maar als je dat zou willen veranderen, dan zou je hier 1 seconde van kunnen maken. Want nu blijft die tekst 2 seconden staan, maar na 1 seconde komt al die volgende tekst erbij. Dus deze staat er nog en dan komt het tekstje van de volgende erbij. En daarna gaat deze pas weer weg. Als we hier overal 1 seconde van maken, dan blijft het woord maar 1 seconde staan. Maar dit zijn zulke korte woorden, die kan je wel in 1 seconde lezen. Meestal heb je wel 2 seconden nodig om zo'n tekstje te lezen. Maar als het maar 1 woord is, dan lukt dat wel om dat in 1 seconde te lezen. Dus het gaat heel snel, maar 1 seconde is lang genoeg om 1 zo'n woord te lezen. Oké, en nu wil ik dat hier bovenin, als die tekst geweest is, dat hier dan nog zo'n kat door het beeld vliegt. En dat doen we door hierboven nog een kat toe te voegen. Dit is de lopende kat. Dit is het logo van Scratch, deze kat. En je hebt ook een vliegende kat. En die staat hier. Dit is de lopende kat. En hier heb je de
vliegende kat. Nou, en die vliegende kat, die wil ik dat die hier bovenin begint. En dan gaan we weer dezelfde codes voor gebruiken als voor deze kat. Dus we laten hem aan die kant daar beginnen en dan laten we hem daar naartoe vliegen. Maar nou wil ik eigenlijk dat hij niet hier begint, maar dat hij buiten beeld begint. Dat hij echt het beeld komt invliegen. En dat moet je hem hier aan zijn pootje pakken. Dat is een beetje ingewikkeld, maar je moet zorgen dat je de punt van die muis, van het pijltje, van die muisaanwijzer, dat je die, dat je hem daarmee helemaal zo ver mogelijk rechts vastpakt in dat pootje. En dan kan je hem helemaal hier naartoe slepen. Als je hem zo buiten het vak sleept, dan springt hij weer terug. Dus dat pijltje moet altijd binnen dit vak blijven. Op het moment dat het pijltje erbuiten is, dan lukt het niet meer. Maar als je hem dus zo sleept, zo, dan is je pijltje, dat witte pijltje, is nu buiten het speelveld. Als je hem nou hier pakt en je sleept hem zo, dan blijft hij wel staan. Omdat dit pijltje dan nog in dit vak is. Als je hem nou helemaal hier in zijn pootje pakt en dan opschuift, zolang dat pijltje, kijk, dit lukt niet, maar zo lukt het wel, als je maar in dat speelveld blijft. Dan kan je hem hier neerzetten en dan is hij bijna buiten beeld. Je zou hem nog verder naar links kunnen slepen als je dat wil, maar zo is het prima. En dan staan hier weer die getallen die we nodig hebben. En die getallen hoef je dan dus niet zelf in te typen. Je zet hem eerst op de goede plek. Dan ga je hier naar beweging en dan pak je het blokje ga naar. Je pakt nu eerst ga naar. Dit is de beginplek. Niet de schuif naar, die komt straks. Dit is waar die begint. Ga naar. Daar begint hij. Als hij nu ergens anders zou staan en je klikt hierop, dan gaat hij naar die plek toe. Deze getallen. Nou, nu moet je hem even hier weer in zijn pootje pakken. En dan sleep je hem die kant op. Ja, en je zou hem dus zo helemaal hier kunnen pakken, dat hij helemaal het beeld uitvliegt. Dat hij door het beeld heen vliegt. Ik kies er nu even voor dat hij gewoon hier blijft staan. Maar je zou dus ook zo kunnen doen dat hij echt helemaal uit het beeld vliegt. Dan moet je hem weer helemaal in zijn staart pakken daar. Schuif in 1 seconde naar. Dat was het andere blokje. Als je nu hierop klikt, gebeurt er helemaal niks, want hij staat al op die plek. Als je hem weer terugzet naar de andere plek, beginplek, en dan klik je hierop, dan schuift hij daarheen. Nou, dat ziet er wel uit als een hele snelle kat die aan het einde nog even door het beeld vliegt. Aan elkaar. Groene vlag erboven. En dan zul je zien dat het niet goed gaat. Let maar op. Kijk, want dat was niet de bedoeling. Het gaat op zich wel goed, want hij vliegt van links naar rechts. Dat gaat helemaal goed. Alleen, hij moet wachten tot dit hele verhaal klaar is. Dus al die letters moeten verschijnen. Dan moeten nog al die tekstjes komen. En dan moet die kat pas gaan vliegen. Nou, en dat zijn alles bij elkaar 9 seconden. Ik heb het vast voor jullie uitgerekend. Hij moet pas na 9 seconden door het beeld heen vliegen. Dat gaat helemaal goed, maar er ging iets anders fout. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar als je hem nu start, het filmpje, dan staat die kat al daar rechtsboven. En dat moet natuurlijk niet. Die kat die moet nog helemaal niet in beeld zijn. Die kat die moet pas nu verschijnen en dan gaan vliegen. Dus die kat die moet ook weer aan het begin. En dan gebruiken we weer deze twee blokjes, verschijnen en verdwijnen. Je gebruikt eigenlijk iedere keer dezelfde blokjes om dingen te programmeren. Dus als je die blokjes eenmaal kent, dan kun je ze steeds weer opnieuw gebruiken. Die kat moet aan het begin verdwijnen, net als die letters aan het begin. En pas na 9 seconden verschijnen. Dan verschijnt hij, gaat hij naar die beginplek en dan schuift hij meteen naar die andere plek. Dus na 9 seconden komt hij pas in beeld en dan vliegt hij ook meteen door het beeld heen. Super. Nou, nu heb ik in dat voorbeeld wat ik liet zien, heb ik nog één special effect toegevoegd. En dat ga ik jullie ook nog laten zien. Als je dit tot hier zo geprogrammeerd hebt, vind ik het ook al helemaal prachtig. Als je nou nog meer wil leren, als je denkt van nou, ik wil ook nog echt nog meer in die codes verdiepen, dan komt er nu nog een extra dingetje wat je er eventueel nog bij kunt doen. Maar je kunt natuurlijk ook een heleboel andere dingen eraan toevoegen. En je kunt zelf ook eens gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. En jullie kunnen hier vast zelf ook wel hele
leuke animaties van maken. Wat ik gedaan had, ik heb zelf een sprite getekend. Dat kan ook. Als je hier op dit, op deze penseel klikt, dan kom je hier in dit scherm. En dan kun je zelf iets tekenen. En ik had een vierkant. Het moest eigenlijk een vierkant voorstellen. Een kubus van kuub. Alleen ik had hem in de vorm van deze rechthoek getekend. Je pakt hier het onderste ding. Daar kun je een rechthoek mee tekenen. En teken maar gewoon eens een rechthoek. En dan kijk je wat er gebeurt. Nou, als je hier een rechthoek tekent, dan zie je dat hij hier meteen in het beeld komt. Hij heet nu Sprite 2. En deze kan je hier ook verschuiven. En hij moet uiteindelijk precies in het midden komen. We kunnen hem hier ook veranderen van grootte. En dan kun je hem hier kijken dat hij precies in het midden komt. Wat belangrijk is, is dat die sprite hier echt in het midden staat. En dat doe je door hier 0 en 0 in te typen. Als die op x is 0 en y is 0 staat, dan staat die precies in het midden. En als ik hem hier verschuif, dit is het midden van je sprite. En dit punt staat nu precies hier in het midden op het speelveld. En we moeten zorgen dat dit ding dus ook... Als je hier nu aan verder wilt werken, dan moet je hier weer het pijltje kiezen. Dus met deze kan je tekenen, dan kan je nieuwe erbij tekenen. Maar dat willen we niet. We willen nu die we al hebben bewerken. Dan moet je zorgen dat je hier weer bovenaan het symbool van het pijltje kiest bij je gereedschap. En dan kan je hem oppakken. En dan kan je deze vorm verschuiven. En je ziet dat dit middenpunt, dat staat hier in het midden. Als we deze nou daar op dat middenpunt leggen, dan zie je dat die precies in het midden staat. Nu wil ik dat die ook nog precies even groot wordt als dat vak erachter. En dat kunnen we niet zo heel goed zien, maar ik heb hem echt bijna even groot getekend. Maar meestal lukt dat niet in één keer, dat je hem precies de goede maat tekent. Maar hij is nog niet helemaal even groot. Dus we gaan hem nog wat aanpassen. Je kan hem hier eens groter of kleiner maken en dan weer op de goede plek zetten. Nou, nu is die weer te groot. Je kunt het natuurlijk ook niet zo goed zien op deze manier. Dus we gaan eerst maar eens die kleuren aanpassen. En ik wil dat die omtrek, die moet eigenlijk zo paars worden. Nou, hier kan je op klikken, dan kan je hier kleur kiezen. Schuif die onderste helemaal naar rechts. En dan heb je hier je kleurenpakket. Zorg eigenlijk gewoon dat die onderste twee allebei helemaal rechts staan. En dan kan je hier door die kleuren heen kiezen. Nou, je ziet hierboven, dat is de kleur die het gaat worden. En het moet een beetje rozeachtig worden. En eigenlijk moet hij niet zo heel fel zijn. Hij moet wel ietsje donkerder. Dus ik kan hem hier nog wat donkerder maken. En ik kan hem hier eventueel ook nog wat donkerder maken. Nou, dan hebben we ongeveer die kleur. Om even kijken of dit wat is. En de binnenkant, die moet doorzichtig worden. Dus ik wil dat die binnenkant, de opvulling, doorzichtig wordt. Die krijgt geen kleur. En dit symbool hier linksonder, met een wit vlakje met een rode streep erdoor, dat is het symbool voor transparant, doorzichtig. Dan heeft die geen kleur. Dus die klik je aan. Dan moet je wel eerst van tevoren dit object aanklikken, want anders gebeurt er niks. Dus je klikt die aan, die selecteer je. Dan verander je hier de kleur. En dan zie je dat die nu is aangepast. Nou, en dat roze is niet helemaal het roze van wat daar buiten staat. Dus je zou dit eventueel nog wat kunnen veranderen. Als je denkt van, nou, ik wil het toch nog iets verder roze hebben, dan past die beter. En ik wil het lijntje ook wat dikker hebben. Nu kunnen we wel goed zien of die past. Dus je ziet dat die nog ietsje naar beneden moet. Dat die nog ietsje kleiner moet. En dan, het is weer net als met die codes. Dit is een soort van magnetisch. Als dat midden van jouw tekening op dat midden van dat scherm komt, op dat rondje in het midden, dan klikt hij daarin vast. Dus dan zit hij precies in het midden. Dan weet je ook zeker dat dit midden, dat ook die 0,0 is daar. En nou, hij moet, als je het heel precies doet, moet hij ook nog ietsje smaller. Maar goed, dat laat ik aan jullie over. Het komt niet zo nauw. Kijk, nu is het alsof hij echt precies daar overheen ligt. Het is misschien wel leuk om die lijnen wat dikker te maken. Dus laten we er eens 10 van maken. Kijk wat er dan gebeurt. Kijk. En nu wil ik dat deze vorm, dat die hier aan het begin hier verschijnt.
Maar dat die dan steeds groter gaat worden. Dat was het idee. Dan moeten we teruggaan naar de code. We hebben nu eigenlijk alleen nog maar dit vlak getekend. Waar we verder niet zoveel mee doen. Ik kan dit verschuiven. Maar dat is niet zo handig. Nou is die weer weg. Nou, laten we maar eens voor zorgen dat aan het begin van het filmpje, dat die dan in het midden staat, bij 0,0. Dus mocht ik hem per ongeluk op een andere plek zetten en ik start hem, dan staat hij in het midden. En dan heb je hier bij uiterlijke, als je hier naar beneden gaat, een blokje maak grootte 100% en verander grootte met 10. En deze twee blokjes gaan we gebruiken. Maak grootte 100%. 100% is deze maat hoe je hem hier getekend hebt. Dit is de ware grootte van je sprite. Dus precies zoals die hier staat, dit is 100%. Je kan hem hier ook groter of kleiner maken. Als je er nou 200% van maakt, dan is hij twee keer zo groot. Dus het is 200%. En je ziet dat dat lijntje ook dikker wordt. Het is ook nu twee keer zo dik geworden, 200%. Als ik nou weer hierop klik, maak grootte 100%, dan is die weer precies daar die maat hoe we begonnen zijn, 100%. Ik wil dat hij met deze maat begint. Dus aan het begin moet hij naar het midden gaan en hij moet 100% zijn. En dan heb je hier een blokje verander grootte met 10. En als je hierop klikt, dan telt hij er iedere keer 10 bij. Dus dan is die, nu is die 100. Als je hier één keer op klikt, wordt die 110. En dat kan je hieronder ook zien. Nu is de grootte 110%. Nu is die 120%. 130, 140, 150. En dan telt hij iedere keer met stapjes van 10, telt hij door. Nu is hij bij 200%. Dus als ik hier 10 keer op geklikt heb, dan is hij hier weer 100 verder. Dus we moeten eigenlijk de hele tijd hierop klikken. En dan heb je al dat effect wat ik net liet zien in het voorbeeld. Als je iedere keer hierop klikt, dan wordt hij vanzelf steeds groter. Maar nu is die buiten beeld verdwenen. Dus nu moet ik weer op maak 100% klikken. Dan is die weer terug. Nou heb je hier bij besturen een blokje. Herhaal 10 keer. Alsof ze precies weten wat wij nodig hebben. Herhaal 10 keer. En dit is een blokje dat kan je om een ander blokje heen zetten. Als je het hier omheen zet, dan gaat hij dit, deze stapjes, 10 keer doen. Waar ik net 10 keer op geklikt heb. Als ik hier nu op klik, doet hij dat in één keer. 10 keer. Dus dat is 10 keer. Dus ik nog even vanaf het begin. Dat is 10 keer hierop klikken. Daar hebben ze een blokje voor gemaakt. Als ik nou nog een keer 10 keer erop klik, dan gaat hij naar 300. En als ik nou nog een keer klik, dan is hij buiten beeld. Dus we weten dat na 30 keer klikken zit je buiten beeld. Als ik nou hier begin, en als ik dit dan 30 keer herhaal, dan is dat eigenlijk precies wat we wilden maken. Zo simpel. Nou, maak je het aan elkaar vast. En dan hebben we al die animatie van die vorm die er zo doorheen komt. En je ziet wat ik nu doe. Ik klik iedere keer opnieuw op die vlag. Dus ik ben nu eigenlijk weer aan het herhalen. Ik ben iedere keer weer hierop aan het klikken. Dus wat we nu moeten doen, is deze hele code, waar ik steeds opnieuw op klik, dat moeten we ook weer herhalen. Dus daar kan je ook weer een blok omheen zetten. Je zou kunnen zeggen, ja, we kunnen, ik denk dat het handig is als we het niet de hele tijd blijven herhalen. Dus laten we het 3 keer doen. Anders dan worden onze kijkers helemaal duizelig als het maar door blijft gaan. Herhaal 3 keer. Als ik hier nu op klik, dan gaat hij 3 keer. Komt er van klein naar groot zo'n kubus in beeld, die roze rechthoek. 1, 2, 3. Als ik hier klik, dan doet hij alleen deze sprite, alleen deze codes. Als ik hier op deze vlag klik, dan komt mijn hele verhaal. Er komt nog steeds die roze rechthoek en de rest van het verhaal. Super. Nou, als ik het nu bekijk, dan denk ik dat ik het eigenlijk wel 5 keer kan herhalen. Want het kon nog wel iets vaker, die kubus. Dus dan gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. Wauw,
En dat komt toevallig zo uit, maar het is net alsof met elke letter die rechthoek een keer komt. Perfect, prachtig. Nou, dit is het. En nu aan jullie om hier zelf met deze codes en met alle sprites die je hier in de bibliotheek kunt vinden en de achtergronden en wat je verder allemaal nog kan bedenken, om daar iets moois mee te maken. En ja, ik hoop dat jullie het werk dan delen en mij een linkje sturen. En dan kunnen we dit allemaal verzamelen op Scratch en daar een mooi overzicht van maken wat er allemaal geprogrammeerd is. Wat nou nog heel belangrijk is, aan het einde, als je klaar bent, en eigenlijk het liefst aan het begin, voordat je gaat programmeren, is om in te loggen. En ik log vandaag in met AppNote Scratch, maar jullie gebruiken natuurlijk je eigen naam daarvoor. Dan typ je je wachtwoord in. Klik je op inloggen. Nou, en dan zie je hierbovenin dat je bent ingelogd. En dan heb je hierboven ook nu ineens een blokje waar staat Untitled. En hier geef je je project een titel. Nou, dan noem je bijvoorbeeld Festival Cube Maakt Verbinding. En dan kun je hem delen. En als je iets wilt delen, dan moet je eerst nog je e-mailadres bevestigen van je Scratch-account. Als je daar niet uitkomt, dan kun je mij altijd een berichtje sturen. Of je kijkt een van de andere video's op dit kanaal. Daar wordt ook uitgelegd hoe je je e-mailadres kunt bevestigen. Bedenk een goede titel. Klik hier op delen. En dan kan iedereen het zien. Dat staat hier ook. Nu kunnen anderen op Scratch allemaal jouw project zien. En nu zit je ook ineens in een hele andere omgeving. En andere mensen, die zien alleen maar dit. Dus die zitten niet meteen in jouw codes. Die zien dit scherm. En die hebben hier een groene vlag. En die kunnen met deze groene vlag hier het werk afspelen. Dan kun je hier nog wat typen. Dat is wel belangrijk. Dus je kan hier schrijven. Klik op de groene vlag om het werk te bekijken. En hieronder kun je schrijven, ik heb dit project gemaakt bij een workshop bij Cube. Bijvoorbeeld, zo. Maar je mag daar natuurlijk ook iets anders in schrijven. Zet daar wel iets bij. Is leuk voor mensen om te lezen wat jouw idee was bij het project en waar je het voor hebt gemaakt. Of je kunt ook opschrijven hoe lang je ermee bezig bent geweest. Of dat het je eerste project in Scratch is. Zet hier wat dingen bij. Bedenk een goede titel en dan ben je klaar. Nou, en als je dan helemaal tevreden bent, dan kun je jezelf hier nog een hartje geven en een sterretje. En dan natuurlijk hopen dat andere mensen jou ook heel veel hartjes en sterretjes gaan geven. En dit is de link. Dus deze link hierbovenin. Als je dit nou selecteert en kopieert, dan kan je dit naar mensen toesturen om jouw werk te bekijken. Dus dit linkje kan je naar mensen sturen. Als ze dan op klikken, dan zitten ze in één keer in deze pagina. Hier kun je hem groot maken. Dan kan je hier, dan heb je alleen nog maar die groene vlag. Dus daarom is het zo belangrijk dat je met die groene vlag je werk kan starten. Want nu heb je verder helemaal niks meer om op te klikken. Je kan alleen nog maar op die vlag klikken. En dan begint hij. Succes!